allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik heb vandaag een shoplog waar ik al heel lang op wacht, al de hele maand. Want ik heb een mega verzamel shoplog met allemaal dingen die ik heb gekocht, heb ontvangen. Dus het wordt echt helemaal summer ready. Ik ben vooral gaan shoppen op de focus op Italië. Ik ga namelijk roadtrippen door Italië en daar heb ik natuurlijk allemaal cute dingetjes voor. Dus helemaal excited. Ik ben nogal een beetje heel erg brak. Mijn kot zit echt tot hier. Vandaag kwam eigenlijk naked binnen en ik dacht, nu moet ik het gewoon filmen, want ik wacht al zo lang op het pakket. Want eerst was het pakket kwijtgeraakt. Toen moest ik 2 weken wachten, moest ik dus alles opnieuw bestellen. En dus nu heb ik het eindelijk. En toen dacht ik, ja, ik moet dit gewoon nu zien. Dus ik heb natuurlijk ook een kortingscode voor Naked. Dat is Sarah V. Zal hier in beeld staan. En dan krijgen alle nieuwe klanten 30% korting. En alle bestaande klanten 20% korting. Ik wil als eerst beginnen bij de Ale Hop. Ik ben naar Valencia geweest. En daar heb ik hele leuke dingen gezien. Voor Italië. Ik dacht, deze moet ik hebben. Dit is toch helemaal goals. Ja, ik vind het echt helemaal leuk. De Ale Hop is echt een topwinkel. Ik kan hier echt uren in lopen. Ik ben ook lekker naar de Zaar geweest. En ik heb 2 paar nieuwe schoenen. Ik ben even helemaal losgegaan. En ik heb nog een heel leuk pakket van Worst Behavior. Dat is een van mijn favoriete merken. En ook een van de favoriete merken van Stan. Heel veel unisex dingen. Laten we snel beginnen met de schoenen. Ik heb dus eerst de New Balance 530 volgens mij. Kijk hoe leuk deze zijn. Ze lopen super lekker. Kan ook heel lekker op rennen. En dan heb ik echt, vind ik zelf, de leukste dunks die er zijn. Ze zijn namelijk beige met gouden details. Ik heb dus nu deze nieuwe erbij met gouden details. Helemaal verliefd op deze dingetjes. Dan van Worst Behavior heb ik echt maar een paar dingetjes. Dus daar kan ik ook wel even snel doorheen gaan. Als eerst deze leuke trui. Dat is wel een leuk zomers kleurtje. Ik heb deze in de maat S. Deze valt ook een beetje oversized. En ik dacht, het is wel chill voor zomeravondjes. Dat je gewoon een beetje een trui nodig hebt. Omdat het bijvoorbeeld een beetje fris is. En dacht, dit is echt een leuke kleur. En een beetje leuk zomers. Vind ik dat oranje ook. Ik heb nu ook echt een broek aan waar het niet op staat. Maar hoe leuk is deze trouwens nog even. Nu wil ik even de maat zien. Helemaal leuk. Cute. En dan heb ik een trainingspak. Dat is deze zwarte broek. Heel erg leuk. Met een vest erbij. Nou, helemaal shit. Allebei maat S. Dit trainingspak van Worst Behavior vind ik helemaal leuk. Leuk zwart, wit. Oké, dan gaan we door naar Naked, het leukste. En dan laat ik daarna nog de Zaar zien. Kijk hoeveel. Dit gaat weer echt ergens op. Oh, er zitten zoveel leuke dingen bij. Oh mijn god. Ik ben zo excited. Ah. Huh? Heb ik schoenen? Ja, laten we maar gewoon beginnen met de size. Ik zag deze badlaken handdoek in deze beige kleur. En I know, dit is echt ziek simpel, maar hij was echt een paar euro. En ik heb hier ook gewoon in Amsterdam helemaal nog niet een beach towel of zoiets. I love it. Maar alle linkjes staan sowieso allemaal in de beschrijving, dus ben je benieuwd? Check it out. Om dan maar meteen in de summer vibe te blijven, heb ik ook een hele leuke bikini. In een leuke felle kleur. Bikinis vind ik altijd zo leuk in kleurtjes. Dan kom je bruine tint ook helemaal er mooi uit. Dit is gewoon een triangel topje, hoekje erbij. Ik vond dat Naked sowieso echt veel leuke bikinis had. Ik heb ook nog een bikini. En dan een beetje zo'n V-cut voorkant. Zo. Nou, dan de oranje bikini. Helemaal leuk. I love it wanneer ik wat bruiner ben. Dat ben ik helaas nog niet. Maar dan is oranje heel erg mooi. Dan. Deze spijkerjas. Ik kwam er dus achter dat ik eigenlijk helemaal geen spijkerjas heb. En dat is heel leuk in de zomer, vind ik. Ja, ik zag deze en ik was spontaan verliefd. Ik wilde eigenlijk eerst echt een spijkerjas. Maar ik heb wel een spijkerjas. Een beetje wat donkere en een krop. En toen zag ik dus een witte. En toen dacht ik, hoe leuk is een witte spijkerjas? Dat zie je ook niet. Heel veel, of daar denk je niet snel aan. Maar wel heel leuk. En hij is echt oversized. En hij heeft allemaal van die stiksels die je dus ziet. Dus heel leuk detail. Ik ga het nooit dicht dragen, altijd open. Dit is zo leuk om over een jurkje heen te gooien. Of over je broekje. En ja, een spijk. Wat? Er gaat echt even iets helemaal fout. Ik heb dit in maat 48 besteld. Toch al wat. Hij is wel heel groot. Scheiße. Ja, maar dit vind ik dus gewoon echt niet leuk. Veel te grote maat.
Ik ga even kijken of we dit nog kunnen fixen. Het zij zo. Je kan niet alles hebben, hè, meid? Oké, dan heb ik echt een heel erg leuk jurkje voor in de zomer. En dan in de avond als je gelukkig gaat eten of zo. Hij is blauw met glittertjes. Ziet hij er zo uit. Ik heb deze in de maat S. Nou, dit blauwe glitterjurkje is zo leuk. Ik hou echt van die glitter. Valt me nog mee hoe kort hij is. Gaat echt helemaal prima. Korte tas maakt het weer wat chiquer. Nice. Dan heb ik gewoon een witte basic top. Want ik draag die topjes zoveel. En altijd als het in de was zit, dan wil ik hem weer pakken. En weet ik het allemaal. Dus hier kun je er nooit genoeg van hebben. Maat S heb ik dit. Dan de witte linnen broek met witte top. Nou, die witte top zit helemaal top. Ja, ik kan niet veel fouten gaan. En dan gaan we door naar de schoenen. Hele leuke schoenen. Voor de summer. Hakken eigenlijk. Kijk dan hoe leuk. Ik heb dit dus nooit gehad. Maar dit is toch helemaal leuk voor in de avond. Als je gaat uit eten. En dan een leuk hakje. Ik heb dit in maat 39. Nou, ze passen perfect. Kijk hoe leuk dit is. Kijk of het goed loopt. Helemaal enig. Nou, dit vind ik echt een top aankoop. Dan heb ik echt de leukste oorbellen ooit. Ze zijn wel iets langer als ik had gedacht. Maar ik vind het ook helemaal leuk voor in de zomer. Met een leuk wit jurkje eronder. Nou, dit is toch helemaal enig. Ja, dit vind ik top. Nou, speaking of a white dress. Die heb ik natuurlijk ook. En ik ben echt ontzettend verliefd op deze. Dit jurkje. Met hele leuke mouwtjes. Een heel leuk patroontje. En dan is de rug open. Ja, ik vind het helemaal leuk. Ik heb deze in maat S, denk ik. Of maat, maat 38 beter. Ja, deze hier vind ik wederom open. Niet normaal. Hoe leuk ook met die hoed. Helemaal obsessed. Dan heb ik een hele leuke zomerhaar. Linnen broek. En dat heb ik nog niet. Ik heb gewoon geen linnen broek. En wat de trend natuurlijk is, een linnen broek. Ik heb er niet achterlopen op de trends. Dus ik heb hem in maat 36. Oké, dat wordt spannend. Ik hoop dat ik het pas. Dus een leuke witte linnen broek. Beide pijpjes. En daarbij een hele leuke riem. Hele leuk. Ik heb sowieso bijna geen riem. De witte linnen broek is aan de strakke kant een beetje bij mijn bovenbenen. Eigenlijk had ik liever een maat groter gehad, maar ik pas hem wel. En ik vind die riem een beetje lang of zo. Hij is heel lang. Dus dan heb je echt zo'n heel lang gedeelte van, ja, wat moet ik hiermee? Of is dat dan juist wel hip of een vibe of zo? Of... Dan heb ik echt de cutest combo ever. Nou, als eerste het super schattige broekje. Meer een soort coverbroekje, want het is wel gehaakt. Dus maat M. Helemaal cute. Is echt niet normaal. En dan daarbij passend een hele leuke bikini. Die bijpassend bij het broekje hoort. Of in ieder geval, zo werd het laten zien. En schoenen met glitters. Nou, dit is wel te leuk. Dus ik heb een broekje in maat M. En een topje in maat S. Helemaal leuk. Helemaal leuk, helemaal leuk. Nou, hoe leuk is dit bij elkaar als je dit zo draagt. Dan dus heel leuk deze bikini. Kijk hoe fucking leuk is deze. En dan met een broekje eroverheen. Helemaal cute. Approved. Zit ook echt goed door de maten trouwens. Echt helemaal top. Gaan we door naar een blazer. Weer een blazer, I know. Ik hou van blazers. Al mijn blazers komen van Naked. En al mijn blazers draag ik met zoveel liefde. En deze kleur had ik gewoon nog niet. Echt niet. Ik heb zwart, beige. Maar dit is een soort beige. Top, grijs. Ik was er helemaal verliefd op. En heeft hier dan nog zo'n pocket. Nou, in maat 36. Ze vallen heel oversized. Dus pas op. Bestel echt een maat kleiner. Nou, dan dus deze blazer. Hoe leuk is deze? Ja, ik vind het echt helemaal top. Echt perfecte maat. Lekker oversized. Leuke kleur. Kan met alles combineren. Staat ook netjes. Leuk voor werk. Ik vind het helemaal top. Dan een heel schattig wit blouseje. Ik zie maat 34 staan. Maar kijk hoe leuk. Cute, cute, cute. I love it. Dan dit hele schattige witte blouseje. Dit is altijd goed. Ik vind hem heel erg leuk voor werk, maar ook voor eten. Leuke mouwtjes zo. En hij is krop, dat vind ik ook heel leuk. Beetje doorschijnend ook, maar ja, dat heb je altijd een beetje met witte blouses en linnen en zo. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik denk dat ik dit heel veel ga dragen. Helemaal schattig. Dan, jezus, er komt geen einde aan dit. Oh, maar dit was ook een bestelling van 750 euro trouwens, jongens. Ja, het is echt heel schattig.
schattig topje. Helemaal cute voor de zomer. Kijk hoe leuk, dit toppie. Ja, dit is ook helemaal leuk. Geen BH onder, denk een beetje boektape. Echt hoe vaak ik leuk zeg. Dan dit hele leuke topje. Het is wel heel gevaarlijk voor je boeks. Maar wie dat is, je kan hem ook nog strakker trekken. En van achter ook nog strakker doen. Ik vind hem echt heel erg mooi zitten. Van achter en van voor. Dan heb ik echt de leukste tas ooit. Echt. Ik heb deze ook al een paars, maar ik dacht hoe leuk is dit. Deze. Hij is zo lekker groot. Ik gebruik die paarse, heb ik zo gebruikt ook. I love it. Dan heb ik nog een heel leuk setje. Kijk, dit is de rok. En die heeft een soort butt scrunch. Dus kijk, hoe vet. Aan beide kanten heeft hij zo'n scrunch. En hij is dan best wel lang en loopt uit in splitje. En ik heb daar de bijpassende top bij, natuurlijk. Kijk, en dat is een haltertop. Zo, doet. Nou, leuk. Dus, dat was al de kleding. Dan heb ik nog één tasje. En dit heb ik nodig. Gewoon een clean zwarte tas. Ik heb veel jongens, maar een clean zwarte tas had ik gewoon niet. Dus deze. Dit is wel gewoon cutie. Wel heel leuk. En hij heeft lekker veel vakjes. Dat is ook echt top altijd. Dus hier ben ik ook blij mee. Dan gaan we als laatste door naar de Zaar. En ik heb daar toch een partij parels besteld. Normaal. Heel cute witte jurk. Maar dan met spaghetti bandjes. Kant. En hij is heel lang. Heel lang. 35 euro. Dus deze. Dan dus nog van de Zaar deze amazing jurk. Cute. Hier is het ook dus een beetje zo see-through. En hij is echt heel erg lang. Kijk, hoe lang, maar hoe vet is dat? Hoe verliefd. Stan voelt mij een prinses in deze jurk. Nou, dat vind ik ook. En mijn nieuwe lievelingsbroek. Het is een soort satijnen broek met een superleuk patroon erop. En dan dus nog deze broek. Deze vind ik ook echt helemaal geweldig. Ik denk dat ik deze aangehouden, want ik heb vanavond een verjaardag. En hoe leuk is deze broek daarvoor? Nou, jongens, dit was het. Ja, zoals ik zei, check de links in de beschrijving voor alle producten. Mega veel geshopt deze maand. Maar goed, ja, vergeet natuurlijk niet mijn kortingscode SARAV te gebruiken voor lekker veel korting. Ja, vergeet zeker niet de video natuurlijk een blauw duimpje omhoog te geven. Op mijn kanaal te abonneren. En mij te volgen op Instagram en TikTok. @SARAVoort zal hier in beeld staan. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei. It's all be on my way now.